is het duel tussen Nicole de Moor en Theo Franke. En voilà, hier zitten ze aan tafel. Welkom mevrouw de Moor. Dank u wel. Welkom meneer Franke. We gaan Dank u. Uiteraard over migratie hebben, top of mind bij heel veel mensen, een van de belangrijkste verkiezingsthema's ook. Mevrouw de Moor, u was deze week in Marokko om daar afspraken te maken, zodat Marokkanen die illegaal in ons land zijn makkelijker kunnen teruggestuurd worden. Maar het roept wel een aantal vragen op bij de kijker. Laat ons eens luisteren naar één vraag. Mevrouw de Moor, wij hebben gehoord van het akkoord met Marokko over het terugzenden van illegalen en gevangenen. Wij maken ons echt zorgen, zijn dat loze woorden of kunnen die woorden echt omgezet worden in daden? Ja, mevrouw de Moor, hoe zeker bent u van die garanties die daar heeft gekregen? Staan die op papier? Ja, die staan op papier, maar ik ben niet alleen naar daar gegaan om een akkoord te sluiten, om nadien in te kaderen en aan de muur te hangen. We hebben ook heel praktische afspraken gemaakt met hen, met de Marokkaanse autoriteiten. En dat is gelukt omdat we niet alleen naar daar getrokken zijn als staatssecretaris voor asiel en migratie. Had ik dat al eerder gedaan, ook meneer Franken heeft dat gedaan. Maar die samenwerking met Marokko die loopt eigenlijk al jaren slecht. En vandaar ook mijn pleidooi om op een andere manier te onderhandelen. We zijn naar daar getrokken, ook met 20 bedrijfsleiders. En we hebben het kunnen hebben, ook over onze handelsrelaties en economische investeringen. En dat heeft ertoe geleid dat de afspraken die we gemaakt hebben op vlak van terugkeer ook effectief resultaat hebben. In de praktijk, de voorbije weken, hebben we al veel meer Marokkanen kunnen terugsturen dan het voorbije jaar. En dus we zien dat dat wel degelijk effect heeft als je op een andere manier onderhandelt en ook veel meer gewicht in de weegschaal legt. Ja, meneer Franke, dat is eigenlijk gewoon een goede zaak dat men naar daar is getrokken. U heeft dat 8 jaar geleden ook gedaan, dat heeft ook gewerkt. Dus oké, beleid van mevrouw de Moor dan toch? Ja, het is zo dat ik dat natuurlijk gedaan heb aan het begin van de legislatuur en niet helemaal vlak voor de verkiezingen, zoals nu een soort van verkiezingsstunt wordt georganiseerd met heel die regering naar daar gaan. Je gaat dat nooit kunnen afrekenen, want je gaat de cijfers niet kunnen zien en de resultaten niet kunnen zien. Ik deed 300-400 Marokkanen, illegale Marokkanen, een heel deel criminelen terug per jaar. Nu zijn dat er 40 tot nu toe per jaar, dit jaar. De vorige jaren was het bijzonder weinig, dus het is een heel magere oogst, terwijl er genoeg klanten zijn. De gevangenissen zitten vol. Ook met Marokkanen, illegale Marokkanen, honderden en honderden. En daarnaast heb je nog een heel grote populatie van gewone illegalen die ook niet terugkeren. Ook onder andere Marokkanen. Dus het is heel spijtig dat je dit niet gaat kunnen afrekenen. Dit is helemaal op het einde, vlak voor de verkiezingen. Komt hier nu een hele delegatie, gaat dan naar Marokko en heeft heel die pers ook mee. Dat wordt dan allemaal opgeklopt. Maar we kunnen dat natuurlijk niet afmeten aan de resultaten, wat zeer spijtig is. Daarnaast is het Europees Migratieakkoord rond terugkeer. Dat is Europa dat moet onderhandelen. Wij kunnen dat zelfs met België niet. Nee. Ik stuit daar tegen, u stuit tegen dat probleem. En eigenlijk wat ik me afvraag, de Europese Unie moet dit al jaren onderhandelen. Doet niets. Al 20 jaar doen ze niets. Misschien moeten wij eens nadenken in de volgende regering om te kijken of we dat zelf niet kunnen doen. Want Europa komt niet over de brug. Dat blijft verschrikkelijk moeilijk en over frustrerend. Over Europa gaan we het straks hebben. Daar wil ik toch even op reageren. Hè? Want ik hoor dat nu al een half jaar van u. Alles wat ik doe is een verkiezingsstunt. Als het zo zit, kunnen wij ook een half jaar voor de verkiezingen eigenlijk stoppen met werken. Ik word betaald tot de laatste dag. Ik zal ook werken tot de laatste dag. Ik denk dat een coureur ook niet van zijn fiets stapt 100 meter voor de finish. En weet u wanneer ik voor het eerst in Marokko was? 1 week nadat ik staatssecretaris ben geworden. Al zo lang ben ik bezig met dit dossier. Al zo lang duwen wij daarop, ook binnen de regering, om een gezamenlijke missie te organiseren, om een economische missie te organiseren, om te gaan praten over onze handelsrelaties. Hè. Voor wat hoort dat? Maar het feit dat die gezamenlijke missie er nu pas komt, is dat de fout van een Alexander de Croo Daar zijn maanden voorbereiding aan vooraf gegaan. En tijdens die maanden dat we die missie hebben voorbereid, zien we ook dat de cijfers omhoog gaan. En is dat genoeg vandaag? Helemaal niet. Maar die samenwerking met de herkomstlanden, we hebben daar nu een dwingend akkoord over. Wat heel belangrijk is, is dat we ook zelf over voldoende capaciteit beschikken en voldoende dwangmaatregelen beschikken om terugkeer mogelijk te maken. En daar heb ik ook een wet voor gemaakt. Die is goedgekeurd binnen de regering en die nu door uw partij wordt geblokkeerd omdat u samenwerkt met de communisten van de PvdA die geen terugkeer willen, om die terugkeerwet te blokkeren. Ja. Laten we daar even samen werk van maken. Ja, even duiden waarover dat dan gaat. Dat gaat over dat wetsontwerp over aanklampen, terugkeerbeleid, om ervoor te zorgen om strenger, dwingender te zijn voor mensen die moeten terugkeren. Ja, het is zo goed als zeker
dat dat ontwerp het niet zal halen. Hè? Ja, daar wil ik graag op reageren. Ja. Hè? Dus ik denk dat, dat het belangrijk is om dat toch even te duiden. Zijn wij als N-VA tegen strengere terugkeer? Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik wil zeker meer terugkeer. Mijn cijfers waren ook veel beter. Er deden veel meer mensen terug per jaar dan wat u gepresteerd heeft de afgelopen jaren. Dat was dramatisch en zalig. Ja, maar dat terugkeerbeleid, dus dat ging even over die cijfers die u voorlegt, dat ging ook terugkeer naar andere Europese landen. Ja, maar dat is idemdito. Dus, dus bij wijze van spreken konden ze een week later terug in België staan. Ja, maar de terugkeercijfers bestaan uit een aantal terugkeercijfers of categorieën. En één daarvan is inderdaad de Dublin-terugkeer, waarbij mensen eerst asielaanvraag in een ander Europees land, die terugstuurt naar dat land waar de eerste asielaanvraag is. Maar goed, een andere cijfers categorie waren beter. Is natuurlijk de terugkeer naar het land van herkomst. Dat is natuurlijk de basis, de essentie. Ja. Want die tellen dubbel zo door, want die mensen zijn dan buiten de Europese Unie en kunnen niet meer terugkeren naar je land. Maar maak gerust. Dus daar is het zo dat we altijd voorstander zijn van meer terugkeer en strengere terugkeer. Het is alleen zo dat het zogezegde aanklampende terugkeerbeleid van mevrouw De Moor dat helemaal geen verstrenging is. Wat zij wil doen, is een coaching. Zij wil alle illegalen nog eens uitnodigen voor een gesprek. Ze heeft daar 100 mensen bijna voor aangeworven, tientallen miljoenen euro's. En het resultaat, om die nog eens te zeggen van ja, je moet eigenlijk terug nog eens over hun bolleken aaien. Maar dat is niet wat in die wet staat, hè? Dat is, laat me ook uitspreken, heb je ook laten uitspreken, mevrouw De Moor. En dat is wat u wenst te doen. De resultaten vorig jaar met uw aanklampend terugkeerbeleid en uw ICAN-project. 2600 mensen illegale zijn uitgenodigd. Er zijn er 116 teruggekeerd. Minder dan 5% is teruggekeerd. Dramatische cijfers. Dat kost miljoenen en ik ben daartegen, want dat is die softe, zachte aanpak die gewoon niet werkt. Ten tweede over de harde terugkeer. Is er één heel belangrijk element in die wet die mij principieel onaanvaardbaar lijkt en ook effectief is. Dat is het verbod op de opsluiting van gezinnen met kinderen in het kader van de terugkeer. Gezinnen met kinderen, die sluit je niet voor je plezier op. Maar als die ouders blijven weigeren om terug te keren, dan moet je vroeg of laat durven zeggen, dan gaan wij u tijdelijk kort opsluiten in een goede setting, maar je moet terug. Maar, dat is de wet. De wet moet toegepast. Meneer Frank, u wilt dat verbieden, mevrouw De Moor. U wilt dat verbieden. Dat is onaanvaardbaar. Meneer Frank, dat is echt niet de realiteit op het terrein. Kijk, ik was hier gisteren in Antwerpen voor een politieactie, samen met de dienst Vreemdelingenzaken. Een politieactie om overlast en drugscriminaliteit aan te pakken, waar, en dat weet u, heel vaak mensen in onwettig verblijf in ons land ook bij betrokken zijn. En ik kan u zeggen, de mensen die wij daar aantreffen, dat zijn geen gezinnen met kinderen. Maar het zijn wel die mensen die wij nu hebben vastgehouden in onze gesloten centra en waar ik die dwangmaatregelen voor nodig heb. Maar sluit ze meer, op. Maar we hebben dat gedaan, meneer Frank. Stuurt ze terug? Ja, u onderbreekt mij. Weg. Meneer Frank, het beste moet nog komen. Dus wij hebben die mensen vastgehouden, maar we hebben dwangmaatregelen nodig. Meer escorteurs nodig. Huisarrest, inhouden van identiteitsdocumenten. Dat zijn allemaal maatregelen die u tegenhoudt. En dat gaat niet over gezinnen met kinderen. En trouwens, wat die gezinnen met kinderen betreft, meneer Franke, u stelt het voor alsof die hier allemaal mogen blijven en wij die allemaal papieren geven. Dat is niet zo. Ik kan u zelf zeggen, sinds 2020 zijn er 5000 mensen in familieverband, gezinnen, teruggestuurd naar hun land van herkomst. Wij kunnen dat met dwang doen. Maar de meesten doen dat na de begeleiding die wij hen geven. Je moet daar kinderen niet voor opsluiten. Jawel. En vind ik dat genoeg? Nee. Het moet nog omhoog. Maar om de terugkeercijfers omhoog te krijgen, en u kent het terrein ook, we moeten daar niet flauw over doen. Terugkeer, dat is moeilijk. Hebben we die samenwerking met de herkomstlanden nodig? Daar zijn nu stappen gezet. Maar we hebben ook meer capaciteit nodig, meer escorteurs en meer dwangmaatregelen. Ja. En die blokkeert u door samen te werken met de communisten van de PvdA. Meneer Frank, mag ik gewoon eens vragen, zou het kunnen dat u het mevrouw De Moor niet gunt, omdat het toch wel een mooie trofee zou zijn zo voor de verkiezingen? Maar het is helemaal geen mooie trofee. Ten eerste, ten tweede, het is gewoon kinderachtig. Ja. Ik ben 14 jaar, als ik mag spreken, ik ben 14 jaar Kamerlid. Als er wetgeving wordt ingediend door de regering waar ik in de oppositie zit en dus niet in de meerderheid, dan zal ik die altijd beoordelen op inhoudelijke merites. Er is vorige week nog in het parlement een voorstel gekomen voor de herinvoering van de vreemdelingenpolitie door mevrouw De Moor en meneer Van Tichelt. Ik heb daarvoor gestemd. Ik ben tussengekomen om te zeggen, dat is een goede wet, daar gaan we gewoon voor stemmen. Mm-hmm. Ik doe niet die politieke spelletjes. Yeah. Deze wet is een slechte wet. Dat verbod op die terugkeer van kinderen, natuurlijk krijg je nog gezinnen weg, maar als ze blijven weigeren, die krijg je niet weg, omdat die stok
achter de deur niet hebt. En dat is een principiële foutieve keuze. Maar dat dan... kan niet. Haal dat eruit en we kunnen die wet eventueel goedkeuren zelfs. Er staan een aantal goede dingen in, maar dat verbod op die terugkeer met gezinnen met kinderen zet een voet scheef in het migratierecht van de laatste 40 jaar. En dat zal niet met de N-VA. Maar meneer Franke, dus nu liever geen oplossing voor geen enkele illegaal, ook niet voor de illegale, wat mevrouw De Moor daarnet zei, zonder gezin met kinderen. Maar mevrouw, een oplossing, die wet is niet het begin van het terugkeerbeleid in België. Hè? Die wet bestaat al jaren, en er bestaat al een terugkeerbeleid al 40 jaar. Maar het is een nieuwe wet. Al 40 jaar worden er mensen teruggestuurd. En ook door deze wet, stel dat die wel goedgekeurd wordt, dan gaan morgen ook niet iedereen teruggestuurd kunnen worden. Hè? Het is gewoon heel moeilijk. Die maar mensen trouwens, werken mee, niet mee. Die landen van herkomst werken tegen. Er zijn zoveel elementen die het soms moeilijk maken om effectief mensen terug te doen sturen, dat je natuurlijk altijd een moeilijke operatie hebt. Moor. En die paar dingen die zij heeft, maar, dat terugkeerproject zal het niet. U zegt, er worden al 40 jaar mensen teruggestuurd, wel al 40 jaar te weinig. En u weet dat toch ook. U heeft ook zelf ervaren. Moet ze niet binnenlaten. Meneer Franke, de hoogste terugkeercijfers van de laatste 15 jaar, hè, die waren er niet onder uw beleid. Die waren er onder de regering Di Rupo. En sindsdien gaat het bergaf. Toen u de regering verliet, waren uw terugkeercijfers ook lager dan toen u eraan begonnen is. En het is zelfs niet eens uw fout, meneer Franke. Het gaat al jaren slecht, omdat we onvoldoende middelen hebben. We hebben onvoldoende middelen om die terugkeer te realiseren. Dat weet u nu toch zelf ook, dat we meer capaciteit nodig hebben. Mevrouw De Moor, onder de regering Di Rupo waren Roemenië en Bulgarije niet eens lid van de Europese Unie. En dan was al die terugkeer, die telde dan bij uw terugkeercijfers. Dus dat slaagt eigenlijk nergens op. De terugkeercijfers zijn altijd laag. Zijn altijd te laag. Dus dat laten we samen het verbeteren. Haal uw verbod eruit. Mijn punt is, je moet ze niet meer binnenlaten. Wat is het probleem met het migratiemodel? Dat is de echte uitdaging voor de volgende regering. Je moet ze niet meer binnenlaten. Ja. Zorg voor een harde zeegrens. Stop op illegale migratie in de Middellandse Zee. Dan heb je die miserie niet van die terugkeer. Want je krijgt sowieso 70-80% van de mensen gewoon niet terug, omdat er de mensen werken niet mee, de landen van herkomsten werken niet mee en de rechters die houden er ook heel veel hier. Ja, dus dan je zitten moet we bij een dat ander Europese model migratie... kiezen, het Europees migratieverhaal, waarbij je effectief een paradigma shift maakt, waarbij je zegt, we gaan de harde zeegrens toepassen, geen illegale migratie meer, stop met die mensensmokkel, stop met al die verdrinkingen in de Middellandse Zee. Er is het Europese illegale migratie. Ja, mevrouw De Moor. Het is makkelijk om te zeggen, dat stop met doen. De illegale migratie, daar zijn we het over eens. Hè. We moeten ervoor zorgen dat er minder mensen toekomen. Ons land staat onder grote druk. Met pushbacks ben ik het niet eens. Dat moet. Het is gemakkelijk, meneer Franke, voor u om dingen te beloven die je gewoon niet uw kunt Europese realiseren. Fractie als ik belooft ook dat even zelfs. Mag, uw Europese als ik fractie ook even belooft mag. Dat zelfs. Meneer Franke, we hebben in Europa een akkoord gesloten over sterkere Europese buitengrenzen. En dat is nodig, want er komen vandaag te veel mensen toe in ons land die geen bescherming nodig hebben, die niet op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging. En die mensen moeten we kunnen tegenhouden aan de buitengrenzen. Ja. En daarover hebben we een akkoord gesloten. En dat heeft 10 jaar bloed, zweet en tranen gekost. Ja. En 10 jaar, dat is heel lang. Dat had gerust sneller mogen gaan. Maar er was nog geen akkoord. Wij zijn daar een trekkende rol in gaan spelen. En dat Europees Migratiepact is vorige week gestemd in het Europees Parlement. Ja. En dat zal ons toelaten om opnieuw controle te krijgen over migratie naar Europa. Ja, de screening aan de buitengrenzen, dat is toch de sleutel, maar meneer Franke? Nee, totaal niet. Want dan zijn ze binnen. Dan zijn ze binnen in Europa. En zo, op het moment dat ze binnen zijn in de Europese Unie na een illegale binnenkomst, je blijft ze binnentrekken in je asielprocedure, krijg je dit probleem nooit opgelost. Dat duurt jaren, die asielprocedures. U bent 9000 keer veroordeeld voor de chaos in de asielprocedure. Maar wat zou uw asielprocedure, u doen? Meer dan 30.000 mensen wachten op een asielantwoord van uw diensten. U heeft miljoenen extra gekregen en het is alleen erger geworden. Bij mij was er geen wachtlijst. Nu is de wachtlijst twee jaar wachten voordat de asielbeslissing wordt genomen. Ja, bent uw geheugen is van korte duur. U zorgt ervoor, nog altijd blijft u vastzitten, mevrouw De Moor, en uw partij, uw Europese fractie niet. Die hebben de switch gemaakt, gelukkig. Zijn verstandige mensen daar. Maar uw partij en u zelf die blijft vastzitten in het paradigma waarbij mensen asiel kunnen aanvragen na een illegale binnenkomst in Europa via een boot, via een smokkelaar, via heel die massieve fraude die er bestaat. Laat ons misschien concluderen dat het een aardsmoeilijk departement is. Meneer Franke, wat zijn eigenlijk de positieve punten van mevrouw De Moor haar beleid? Mevrouw De Moor kent haar wetgeving. Ze weet echt waar ze over praat. Ik ga heel graag met haar in debat in het parlement, want ik weet tenminste dat dat op niveau is. Ze pakt het nooit persoonlijk.
En ze begint ook nooit persoonlijk. Ze is altijd op inhoud. En dat is zeldzaam in deze politieke tijden. En dat vind ik chapeau. En ze heeft het goed voor met de administratie en met iedereen die er werkt. Op onze administratie, verenigingsadministratie, werkt 2000 man. En mevrouw de Moor heeft er altijd op een correcte manier mee gehandeld. En dat verdient het pluim. Oké. Mevrouw de Moor, hoe was het beleid van meneer Franke? Hoe goed was het beleid? Ik zou eerst willen zeggen, op dezelfde manier apprecieer ik het. De manier waarop wij met elkaar in debat kunnen gaan. Inderdaad, altijd op de inhoud, op de bal spelen, nooit op de man. Dat is iets dat ik enorm apprecieer. En het is er inderdaad in het parlement vaak heftig aan toegegaan. Maar altijd op een respectvolle manier. En ja, meneer Franke heeft ook voor uitdagingen gestaan. U had ook een hele grote instroom van vluchtelingen. Die hier, de Syrische vluchtelingen vooral. U heeft daar enorme inspanningen voor geleverd. En wij zijn allebei een beetje beland in crisisbeheer. U heeft heel wat opvangplaatsen gecreëerd. En ik denk dus dat die ervaring van dat crisisbeheer voor ons allebei tot de conclusie komt dat we een ander systeem nodig hebben. En we zijn het misschien niet helemaal eens over hoe dat andere systeem eruit moet zien. Maar we hebben allebei wel de moed om te zeggen waarop het staat. En dat apprecieer ik aan meneer Franke. Ja, in verband daarmee ook een vraag van de kijker. Zouden jullie niet beter eens de handen in elkaar slaan met alle Vlaamse partijen en de problemen oplossen? Een vraag van Johan Emmers. Absoluut, absoluut. Bart de Wever smeekt om een groot Vlaams front. Absoluut. En we moeten een aantal grote geopolitieke uitdagingen aanpakken. Er zijn drie dingen. 1, energieonafhankelijkheid. 2, onze defensie terug opkrikken. En 3, ervoor zorgen dat wij onze buitengrenscontrole terug in eigen handen nemen. Dat zijn onze grote drie uitdagingen. Dat is waar de mensen voor stemmen. Dat is waar de mensen van wakker liggen. En dat moeten we samen oplossen. Oké, dan gaan we stilletjes aan naar het einde. Tot slot wil ik jullie een aantal ja-nee-vragen voorleggen. Kort en krachtig. Ik weet dat dat heel moeilijk is. Er is weinig in de ja-nee samen te maken. Ik weet het, maar we gaan proberen. Mevrouw de Moor, nog een staatssecretaris voor asiel en migratie, ja of nee? Als ik de vraag krijg, zal ik zeker ja zeggen. Ja. Meneer Franke, liever defensie dan asiel en migratie? Hangt ervan af wat Bart vraagt. Als ik echt moet kiezen, dan denk ik dat op migratie de grootste uitdagingen liggen. Maar defensie is ook een enorm mooie portefeuille. Dus. Ja, dat is eigenlijk liever defensie. Oké. Moeilijk, hè? Mevrouw de Moor, als u op asiel en migratie blijft, nog eens met Groen in de regering? Ik denk dat het belangrijk is om eerst de kiezer daarover te laten uitspreken. Eigenlijk is dat een vraag die u mij niet zou moeten stellen. Want Groen heeft u wel een aantal dingen in de weg gelegd. Beantwoorden. Oh, nee. Maar laten we ervan uitgaan, als de peilingen vandaag waarheid worden, dan vind ik het belangrijk om toch een Vlaamse meerderheid te zoeken. Oké, dat is dus aan de partij. Dat is nog een vraag. Van meneer Franke liggen om te kijken of zij verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Oké, we gaan. Meneer Franke, was de beslissing om uit de regering te stappen door het Marrakesh-pact de juiste beslissing voor uw partij? Ja. Ja, dat is kort en krachtig. Mevrouw de Moor, zonder Vlaamse meerderheid in de federale regering, ja of nee? Liever niet. Goed, meneer Franke, Vlaams besturen met Vlaams belang, ja of nee? Federaal besturen en een echt aanpakken, die drie dingen aanpakken. En Vlaams besturen met Vlaams belang? Federaal is de prioriteit. Als we federaal besturen om die echt belangrijke dingen, defensie, migratie, allemaal federaal en lonen werkend maken, €500 netto verschil tussen werken en niet werken, om dat te realiseren moet je federaal aan de macht. Okay. Dat gaan we doen en dat zal dan betekenen dat het Vlaams natuurlijk waarschijnlijk de coalitie zijn die dan federaal Vlaams ook meebestuurt. En Vlaams Belang komt federaal nooit aan de macht, moet realistisch zijn. Die partij die zal nooit federaal aan de dus macht nee. komen. Dat zijn weggegooide stemmen. Nee. Mensen moeten op de N-VA stemmen en Tom van Grieken zou beter oproepen om op de N-VA te stemmen. Ja of nee? Federale lijsten in te doen. Ja of nee? Nee. Oké, dankjewel. We gaan het hierbij houden. Dankjewel voor jullie komst en voor het pittige gesprek in onze studio. Dankjewel. Graag gedaan.